Er waren eens twee kleuters, Noor en Rocco. Ze liepen rond op de speelplaats en zagen iets heel vreemds. Alle kleuters lagen op hun rug op de grond. Cleo liep rond met een krijtje en maakte krijtlijnen rond de kleuters. Ze vertelde dat het echte kunst was. Noor en Rocco begrepen er niets van. Hoezo kunnen krijtlijnen kunst zijn? Hebben jullie ooit al eens van een kunstenaar gehoord die de vormen van mensen schildert? Rocco en Noor namen elk een krijtje en hielpen Cleo een handje om haar kunstwerk af te werken. Fij en Luca hadden van al dat krijten een beetje honger gekregen. Alle koeken op school waren op. Wat een probleem. Ze hadden zin in chocomoes en gingen samen met Cleo naar huis Maria. Daar gingen ze op zoek naar chocolade, room, eitjes en de andere ingrediënten. Fernanda wou ze graag helpen en ging op zoek naar een kookschort. Terwijl ze de chocomoes aan het maken waren, begonnen Fay en Luca te lachen. Ze vonden het zo grappig, want Fernanda leek wel het melkmeisje. Weten jullie nog wie het melkmeisje geschilderd? Nadat iedereen de overheerlijke chocomousse opgegeten had, gingen Nellis, Kampa, Fatima en Suze naar het toilet om hun handen te wassen. Daar keken ze in de spiegel en zagen iets heel erg vreemd. Plots zagen ze dat Nellis hele grote oren had. Kampa vond het zo grappig en zag toen dat hij een hele grote mond had. De jongens begrepen er niets meer van en vroegen aan Suze en Fatima om eens te komen. De meisjes schrokken toen ze in de spiegel keken. Fatima, haar ogen waren heel erg groot en Suze had plots een grote neus. Het was een toverspiegel. Toen ze het verhaal aan Cleo vertelde, legde Cleo uit dat er een kunstenaar in de karikaturen maakt van mensen. Wie oh wie is die kunstenaar? Toen was het eindelijk speeltijd. Iedereen ging naar buiten om te spelen. Lily, Ro, Miley en Baptiste liepen naar de zandbak. Ze namen de diertjes mee naar de zandbak. Plots kwam de zon tevoorschijn en kregen ze het idee om de Afrikaanse savanne na te bouwen in de zandbak. Ze zetten olifanten, giraffen, leeuwen en nijlpaarden in de zandbak. Toen de zon op hun dieren scheen, zagen ze de schaduw en dachten ze dat het wel fijn zou zijn om daar een schilderij van te maken. Zo'n mooi landschap moesten ze echt eens schilderen. Jean Thiel vertelde dat hij deze dieren al eens gezien had in Afrika en dat de mensen daar ook van houden om prachtige maskers te maken. Weten jullie nog hoe deze soort kunst heet? Na de speeltijd was het tijd om nog wat hoekenwerk te doen. Jullie, Nolle, Lee, mij en Robbe hoorden op de radio een bericht over een meneer met de naam Brood. Wat een rare naam. Ze vroegen zich af wie dat was en vroegen aan Fernanda of zij wist wie die meneer precies was. Het bleek geen zo'n lieve man te zijn. Hij had veel stoute dingen gedaan, maar maakte wel prachtige kunstwerken. Ze zochten op de computer enkele voorbeelden en ze maakten met slechts 4 kleuren, blauw, rood, geel en zwart, een prachtig portret. Clara, Seppe en Anouk zagen in het portaal een robot staan. Wat waren ze nieuwsgierig om te zien wat hij allemaal kon. Helaas was de robot nog niet geprogrammeerd. Die kon dus helemaal niets. Aan de hand van de sprekende muur kregen ze een stappenplan om de robot te programmeren. Zo cool! Als ze alle stappen goed gevolgd hadden, kon de robot een van de parcours afleggen. Weet jullie nog welke kunstenaars schilderijen maakten met alleen maar gekleurde vakken? Iedereen is flink aan het werk in de klas, tot Bolo en Iliana heel luid hillen. Ah! Eli had hen laten schrikken. Toevallig is Cleo net foto's aan het maken van de kinderen voor de blog. Ze heeft dus ook een foto van Bolo en Iliana die heel hard schrokken. Dus ze bekijkt de foto en heeft een idee. Hoe cool zou het zijn om deze foto om te zetten naar een schilderij?
En misschien kunnen we ook schrikkende dieren schilderen. Bollo en Iliana en Eli vinden het een heel leuk idee en gaan meteen aan de slag. Weten jullie nog welke kunstenaar de schreeuw schilderde? Het is middag. Iedereen heeft flink gegeten en is nu buiten aan het spelen. Wanneer het belt, roept Els de hele school samen op de speelplaats. Ze heeft niet zo'n goed nieuws. Telkens wanneer ze s'avonds de steentjes rond de container stelt, mist ze een heleboel stenen. Ze vreest dat ze met een stenendief zitten. Om ervoor te zorgen dat er geen stenen meer verdwijnen, zoekt ze enkele sterke kinderen die haar kunnen helpen om een prachtig mozaïekpad te leggen rond de containers. Saji, Tigran en Hailey zijn meteen dol enthousiast en helpen Els met dit grote werk. Els vertelt de kinderen dat er een Spaanse kunstenaar is die ook vaak met mozaïek werkt. Weten jullie wie dit is? Wat een dag hebben de kleuters achter de rug. Ze vinden het fantastisch dat ze met zoveel verschillende kunstenaars kennis hebben gemaakt. Maar wat is het jammer dat alleen zij hiermee aan de slag kunnen. S'avonds in de kring sluiten ze de dag af. De kleuters zijn zo onder de indruk van de gebeurtenissen van die dag dat ze graag hun kennis zouden delen met de rest van de school. Misschien is het wel fijn om een crayon aan binnen te hebben. Groot en klein kunnen elkaar nieuwe dingen leren en iedereen geniet van het gezellige samen zijn